De Heer zij met jullie, met zijn genade en vrede. Laten we nu. Verzadigd van al het goede dat de aarde ons geeft. Wij geloven dat uiteindelijk u dat zo hebt gewild. En daarvoor willen wij u danken. En wij zullen bidden om verstand, om wat ons gegeven is met liefde en respect te beheren. En ook daarvan te delen in de geest van Jezus, uw lieve Zoon. Aanvaard, goede God, onze dank. En luister naar onze gebeden. Mag het vanavond zo zijn. Amen. Wij zingen verder uit Psalm 62. Eigenlijk moet ons dat gegeven worden
ons overkomen. Maar naar die stilte verlangen wij wel. Want als wij zwijgen, komt er ruimte voor de stille stem in het hart. Uw stem. En dan zullen de woorden die wij nu gaan horen in goede aarde vallen en vrucht dragen. Ons ten zegen, u ter eer. Amen. Er zijn vandaag twee lezingen. Omdat we in het blok met Lucas naar Pasen zitten, is de eerste lezing genomen uit het evangelie van Lucas. Op een keer was Jezus aan het bidden. En toen hij zijn gebed geëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het aan zijn leerlingen geleerd heeft. En Jezus zei tegen hen: Wanneer jullie bidden, zeg dan: Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. En daarna zei hij tegen hen: Stel nou dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Wil je mij 3 broden lenen? Want een vriend van mij is na een reis bij mij gekomen en ik heb niks om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend zegt: Ach, val me niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om jou te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, als hij dan niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd aandringt. En hij zal hem geven alles wat hij nodig heeft. En daarom zeg ik tegen jullie: vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het vraagt om een vis, in plaats van die vis een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan jullie niet de Heilige Geest geven aan wie hem daarom vragen? Tot zover deze eerste lezing. We zingen een tekst bewerkt naar onze Vader. Thank you.
koning Salomo, die heeft voor God een groot offer gebracht. En die nacht blijft hij daar en verwacht een teken van God. Dan lezen wij: die nacht verscheen de Heer hem daar in een droom. Vraag wat je wil, zei God. Ik zal het je geven. Salomo antwoordde: u bent uw dienaar, mijn vader, David, altijd goedgezind geweest, omdat hij u trouw toegewijd was en steeds eerlijk en oprecht was tegenover u. U heeft hem een grote gunst gegeven door hem een zoon te geven die nu op zijn troon zit. U, Heer mijn God, hebt mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring. Ik sta nu voor de taak uw uitverkoren volk te leiden. Een volk zo talrijk dat het niet te tellen is. Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van u? Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg. En hij zei tegen hem: omdat je hierom vraagt en niet om een lang leven of grote rijkdom of de dood van je vijanden, maar om het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht. Daarom zal ik jouw wens vervullen. Ik zal je zoveel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken, dat je iedereen voor jou en na jou overtreft. Ook waar je niet om gevraagd hebt, zal ik je geven. Zoveel rijkdom en roem, dat er geen enkele andere koning je tijdens je leven zal evenaren. En als je mij gehoorzaamt en je houdt aan mijn bepalingen en geboden, zoals jouw vader David dat deed, dan zal ik je een lang leven schenken. En toen Salomo wakker werd, besefte hij dat hij een droom had gehad. En bij zijn terugkomst in Jeruzalem ging hij naar de ark van het verbond met de Heer, waar hij brandoffers en vredeoffers bracht. En hij nodigde al zijn hovelingen voor het feestmaal uit. Tot zover de lezingen van deze avond. Laten we zingen.
Lieve mensen, waarom eigenlijk zouden wij bidden? Waarom die vraag aan Jezus? Leer ons bidden. Omdat enerzijds het bidden ons in de genen zit. En anderzijds omdat niet alles wat je God in het gebed zou kunnen vragen, ook verstandig of wijs is. Dat leert ons dat verhaal over dat gebed van Salomo. God prijst Salomo om wat hij niet vroeg. De ondergang van zijn tegenstanders, rijkdom, etc. Maar hij prijst hem ook om wat hij wel vroeg. Wijsheid, inzicht, verstand van zaken om zijn koningschap goed te vervullen. Dat inzicht in wat mensen drijft, wat zo duidelijk naar voren komt in dat verhaal over het Salomons oordeel. Weet u wel, die ruzie tussen twee vrouwen over één kind. Als dat inzicht nou Gods gave is, dan is het nog aan Salomo om die gave te gebruiken voor het goede, ja zelfs voor het leven van anderen, of ten eigen bate, om er zelf beter van te worden. Het is al eerder gezegd, ook door Jezus, ook door Meister Eckhart, we hoeven niet te bidden om Gods geest. Die popelt al van verlangen om intrek te nemen in onze geest en in ons hart. Wij bidden om onszelf bewust te maken van ons verlangen om haar toe te laten, om haar te huisvesten. En zo is het ook met de vruchtbaarheid van onze aarde. Die is er al. Gods geest is daar al doorlopend aan het werk. Wij bidden om daarvoor te bedanken. En we bidden ook om de wijsheid om er goed mee om te gaan. En dat is hard nodig ook. Dat weten jullie wel. En zo is het ook met werk. Wat een zegen is het als je werk mag doen dat loont en voldoening geeft. En wat een vloek is werk als je geestdodend of slecht betaald werk moet doen. Bijvoorbeeld als werknemer in de kledingindustrie in Bangladesh of in India. Of zoals nu in Gaza, waar zoveel gebouwen en zoveel landbouwgrond vernietigd zijn. En dat gaat maar door. Bid dus om een open mind. En doe je best om de patronen te doorgronden waarin wij vastzitten. Die ons tegenhouden om te doen wat de Geest van God ons zegt en wat Hij van ons verlangt. Amen.
Laten we bidden. Goede God, uiteindelijk zijn wij afhankelijk van de vruchtbaarheid van onze wereld. Van uw wil, van uw zegen. Dank u wel. Dank u voor de verhalen van vandaag, waar duidelijk wordt dat wij uw geest nodig hebben. Ook daar zijn wij van afhankelijk. Wij bidden dat we dat begrijpen en dat wij tijd en ruimte nemen om dat te overdenken en zo uw geest aan het woord laten. Wij zien met afgrijzen wat er gebeurt als mensen dat niet doen en zelfs niet luisteren naar de smeekbeden van hen die slachtoffer zijn van hun gebrek aan liefde en hun overvloed aan eigenwaan. Wij bidden, mogen zij zich bekeren, open hun de ogen. Nemen wij tijd onze eigen gedachten of onze eigen stilte. We hebben het al gezongen, maar nu zullen we het ook samen bidden. Dat gebed wat wij kregen van Jezus. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. En vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de kracht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. Heb jij... Nee. Ik kan daar iets over zeggen. De Stichting Zaadgoed, die...
met de zegen van onze God en in het vertrouwen dat wij zijn geest in overvloed mogen ontvangen.